Tussen de wapens, flitspalen en bivakmutsen vinden we de politie. Van alle accounts in ons netwerk zijn zij het best verbonden en zoeken zij het meest de interactie op. Is dat omdat ze openstaan voor wat de wijk hen wil vertellen? Of willen ze juist de wijk betrekken in de dilemma's waar zij zich dagelijks het hoofd over breken? We praten met Karin de Groen, actief als wijkagent in Charloes en op Twitter. Ik ben Karin de Groen. Ik ben sinds iets meer dan een jaar ben ik nu wijkagent in Charloes. Ik zit ondertussen bijna 30 jaar bij de politie. En eigenlijk vanaf het eerste moment dat Twitter zijn intrede deed bij de politie, doe ik daar actief aan mee. Het is vooral voor mij een manier om te laten zien van, wat doet de politie? Hè? Want het is natuurlijk altijd veel, heel veel mensen die zien alleen de auto's heen en weer rijden en de aanhouding en de stoere dingen. Maar er zijn zoveel meer dingetjes wat het politievak inhoudt. En dat vind ik gewoon heel leuk om dat naar buiten te brengen. En met succes, hè? Je hebt een hele schare fans die je goedemorgen wensen, bloemen sturen of kunstwerken op de stoep krijten. Ja. Wat leuk. Ja. Normaal gesproken doe ik altijd, als ik in dienst kom, doe ik altijd even een goedemorgen. Of hallo, ik ben er weer na mijn vrije werkweekend. Of het is ondertussen van diverse twitteraars is het een gebruik geworden om mij dan ook een hele fijne dag en een fijne dienst te wensen. Maar ook gewoon berichtjes die je krijgt van, goh, ik vind het leuk op de manier waarop jij het politiewerk naar buiten brengt. Ja, dat zijn gewoon hele leuke dingetjes. En dan heb je toch het idee dat je toch iets goeds, iets leuks aan het doen bent voor de mensen. Ja, en is Twitter nou een belangrijke rol gaan spelen in je werk als wijkagent? Wat je tegenwoordig steeds meer ziet, is dat eigenlijk mensen via of Facebook of Messenger of jouw privébericht gaan sturen van joh, dit en dit is er gebeurd. En dan wordt daar ook gewoon op geacteerd. Of als mensen inderdaad bruikbare tips hebben, dan wordt dat steeds vaker op die manier wordt dat doorgegeven. Dus dat is iets waar wij als politie zijn er ook aan moeten wennen. Hè? Want social media zit helemaal ingeburgerd natuurlijk in de maatschappij. Alleen je merkt gewoon nu steeds meer, en vooral met jongeren, dat eigenlijk de communicatie gaat allemaal via social media. Want als je dan wel eens zegt van, joh, ben je er al langs geweest? We hebben je al gebeld. Gebeld, weet je. Ik zeg, ja, dat kan ook met zo'n telefoon. Dat is niet alleen voor je social media. Dat eigenlijk alles gaat via de WhatsApp, via de Messenger, de Snapchat of noem het maar wat voor kanalen. Dus ik denk dat wij als politie zijn dat je gewoon niet kan achterblijven, omdat je anders gewoon een heel stuk mist. Maar leidt dat ook wel eens tot vervelende situaties in je werk? Maar ik kan me wel situaties herinneren dat je inderdaad je bent met een melding bezig, dus de situatie is best wel een beetje hectisch. Dat je dan, dat het gewoon irritant is als iemand de hele tijd met zo'n telefoon in je gezicht loopt te duwen. En als je dan mensen gewoon even vraagt van joh, ga even opzij, laat me heel even met rust. Ja, dan krijg je weer reacties van ja, maar ik mag toch filmen? Ja, dat mag ook wel, alleen op dit moment belemmer je mij wel even en sta je gewoon een beetje in de weg. En dat is ook gewoon een beetje irritant dan, zeg maar. Of als inderdaad, je bent met een slachtoffer ergens van bezig, dat mensen dan jouw wijze van spreken opzij zetten om het slachtoffer te kunnen filmen. Nou, dat lijkt me best wel moeilijk. Zijn er vanuit de politie voorschriften hoe je je dan moet gedragen? In het begin zijn er wel eventjes, dat we met degene die begonnen zijn met het twitteren, van joh, zijn we om de tafel gaan zitten, van joh, wat doe je nou wel, wat doe je nou niet, hè? Want het is, ja, je kan je indenken dat er ook berichten zijn die je er qua gevoeligheid, of misschien voor familieleden of andere betrokkenen, ja, dat niet zo fijn is als je dat zomaar even klakkeloos op Twitter gooit. Dus daar zijn wel wat afspraken over gemaakt. En gelukkig heeft iedere twitterende, facebookende, instagrammende wijkagent of andere politiecollega, die heeft toch wel zijn eigen stijl. En dat is ook het leuke wat mensen aanspreekt. Dus ze volgen degene die wiens stijl van social media meemaken hun aanspreekt. En die volgen ze. Ja. Hey, en desondanks zie je dus op de kaart dat het politielogo midden tussen de messen, pistolen en flitspalen staat. Welke symbolen zou je wel wat dichterbij willen hebben en welke juist wat verderaf? Er staan er twee van die mooie handen met het hartje. Ja, het staat al redelijk dichtbij, maar dat mag wat mij betreft gewoon lekker ernaast staan. Ja, die handboeien, ja, eigenlijk zie ik die het liefst gewoon helemaal niet. Maar ja, het is dat erbij hoort, zeg maar, de boeven vangen. He, dat is natuurlijk wel een van de core business van de politie. Maar net wat ik zeg, het verbinden, het evenwicht zorgen dat als wijkagent zijn, staat dat toch wat meer voorop, zeg maar, als het oldschool boeven vangen, zeg maar. Boeven vangen is nog steeds de core business van de politie. En op Twitter zoeken ze de verbinding op. Tenminste, zolang er geen burgerjournalisten in de weg lopen. Bedankt, Karin.